Jongens, we gaan dus dat we met Jan Kersenboom in onze 25 jaar dat we hier spelen een ongelooflijke vriendschap hebben opgebouwd. Jan Kersenboom is een van de weinigen met het blueshart op de juiste plaats. Geeft honderden, wat zeg ik, duizenden mensen een podium. Duizenden beginnende mensen. Gevestigde namen, die staan hier zo. Voor weinig budget met Jans om zijn podium op te trekken, jongens. En jongens, dat, ik heb het net al verteld, jongens, dat verdient nogmaals jullie applaus. Jan, doe lang een klein woordje. Dat is natuurlijk het voordeel dat je die band zo vaak hier hebt. Dat van, op een gegeven moment wordt het echte vrienden. Het zit hier. Serieus. Ik ben een keer naar Petersen Festival geweest in Kwaardendammen. Dat was leuk. Maar ik kon het nooit naartoe doen tot ik iemand kreeg achter de bar. Die zei, Jan, ga je maar. Ik ging er naartoe met een vriend. We zijn er uren onderweg geweest. Want het is echt een pokken en vet Kwaardendammen. Wij komen er nu op. En jullie komen er ook vandaan. Ik ben. En toen stonden we daar. En we waren maar aan de vroege kant. En ik, ja, en vader, Henk zit nog dik, die zit aan de nek te trekken. Want drie hele grote kerels omhoog, wat moet je hier? Ja. Ik zei, we komen van festival. Ja, we zijn nog niet begonnen. Ik zei, hallo, ga weer naar huis. Maar toen zei hij, waar kom je vandaan? Ik zei, Apeldoorn. Peter, Bloesk, bij je zijn. Maar ik ben heel blij met de Duke Joints en die komen hier natuurlijk al vanaf het begin. En ik ben ook blij met jullie uiteraard. Een geweldig feest. Ik had het niet verwacht, zo mooi. Dank je. Jongens, laten we ze wel een proost uitbrengen. 25 jaar Blues Café. En dat er nog 20 jaar bij komen. Give it up, voor Jan Kersenboom. Ja, bij de.